Hoi en welkom bij weer een nieuwe Plan With Me, deze keer voor de maand september. September is voor mijn gevoel dat het een beetje zo'n tussenin maand. Het is niet echt meer zomer, het is nog niet helemaal herfst, hè? Want het is richting het einde. Dus wat voor thema kies je dan? Nou had ik het idee om expres een soort windowsill te maken, dus een raam. En dat je daardoor door naar buiten kijkt. En ik dacht, wat is op zich een beetje een goede combi van de twee? Toen dacht ik, zonnebloemen. Zonnebloemen hebben op zich toch wel de kleuren die we associëren met de herfst. Maar toch ook wel enigszins met de zomer. Dus allereerst doe ik hier, door een extra pagina te pakken, dus de window zelf maken, het raam zelf. Door expres kleine ruitjes inmaken. Ik vind dat het altijd toch net een iets mooier effect geeft als wanneer het een heel groot raam is. En daarachter hebben we dan dadelijk dus de afbeelding die geplakt is. Deze heb ik gewoon op Pinterest opgezocht. Ik heb gewoon gezocht op zonnebloemvelden. En gewoon gekeken wat er allemaal naar boven kwam. Ik vond deze toch wel het mooiste. Omdat hier ook echt een beetje die oranje roze tinten in zaten qua achtergrond. Dus dat paste er mooi bij. Dus dacht, why not? Hier het raam zelf. Ik dacht, het is wel leuk om deze echt gewoon een houtstructuur te geven. Dus ik gebruik hier gewoon een donkerbruine acrylverf en ik doe expres het middelste raam zelf wat lichter aanbrengen en de rand eromheen wat donkerder. En ik heb er ook een soort van vensterbankje in perspectief voorgetekend die je dadelijk kunt zien om toch een beetje echt het illusie te geven dat je dus van binnen naar buiten kijkt. Ik probeer hier ook expres een beetje soort een houttextuur in te maken door extra details op te zetten. Dit lukte niet helemaal. In ieder geval niet zoals ik het in mijn hoofd had, maar meer dan genoeg in ieder geval wel om toch wel iets meer dimensie te geven en dat deze heel mooi uitkomt op de pagina. Omdat het natuurlijk wel een raam zelf is, laten we dit niet zo open. In plaats daarvan doe ik kalkpapier gebruiken. Dit zijn eigenlijk gewoon hele kleine stukjes en dat geeft toch wel het illusie dat er iets van een soort, laten we zeggen, glas tussen zit. Maar dat je nog steeds ook wel de afbeelding eronder heel goed kan zien. Verder is hou het simpel. Ik heb gewoon deze letters uitgekut met mijn portrait. En dit is een mooie brons-gouden kleur. En daarmee is eigenlijk de titelpagina alweer klaar. Gaan we door naar de maandkalender. Ook deze hou ik simpel. Eigenlijk hetzelfde als voorgaande maanden. Dit werkt nog steeds het beste voor mij. Dus daarom dat ik deze zo hou. De banner is steeds een halve centimeter hoog en 3 centimeter breed per dagvakje. En er is een ruimte van 2 centimeter steeds tussen de twee losse banners in. Dit is voor mij persoonlijk meer dan genoeg ruimte om mijn events en dergelijke op dit maandkalendertje neer te schrijven. Maar kijk ook even vooral wat voor jou het gemakkelijkste is. Ben je een type persoon die meerdere dingen hebt staan op bepaalde dagen? Maak ze dan vooral wat hoger voor jezelf. Ik heb eigenlijk voor alle pagina's 2 verschillende kleuren geel acrylverf bijgepakt. Eentje wat echt geel, andere meer in de richting oranje. Daarnaast heb ik natuurlijk ook nog steeds de bruine van de windowsill. En ik heb ook een mooie donkergroene bijgepakt voor de stelen van de zonnebloemen. En al deze kleuren samen geef je ook meer dan genoeg opties qua mixen en matchen om toch iets meer variaties in kleur te maken. Voor deze specifieke pagina doe ik hier deze 3 losse stelen met zonnebloemen eigenlijk tekenen waarvan. Dus 2 die open zijn en eentje die nog wat dicht is. En ik hou er altijd wel van om iets meer effort erin te steken in mijn diverse pagina's. Omdat dit toch ook wel een soort creative outlet voor me is. Een beetje mijn frustraties eruit. Een beetje gewoon er ook voor kan zorgen dat ik weer wat creatiever ben bij mezelf. Dus dit soort spreads zijn dan echt perfect daarvoor. Ook hier heb ik weer in hetzelfde lettertype en hetzelfde folie de letters aflopen, druk of uit laten snijden. En daarnaast heb ik ook deze kleine vlindertjes erbij gemaakt om op die manier toch nog wat extra kleur toe te voegen op de pagina. En ik hou gewoon van die glans. Het is echt een hele mooie. Het zit eigenlijk tussen goud en brons in. En ik dacht dat het echt de perfecte kleur was voor bij de zonnebloemen. Verder is gewoon in het middel van een zwarte pen doe ik nog eventjes alle cijfertjes erin zetten. En daarmee is eigenlijk de maandkalender al klaar. Per usual doen we natuurlijk ook tabblaadjes maken. Ik hou hiervan jongens, dit werkt perfect. Dus ik hou hiervan. Deze keer
gaan we ook weer een mood en habit tracker doen. Maar ik heb deze keer ook weer de sleep tracker teruggebracht. En dat is puur omdat ik even wil kijken of er dadelijk wel of geen veranderingen zijn. Ik heb nu een tijdje vakantie. En ik ga dadelijk weer in september ben ik weer terug aan het werk. En ik wil gewoon even kijken of ik weer terug in mijn oude patroon kom. Ja of nee. Omdat deze maand de eerste week maar 3 dagen zijn, passen deze nog perfect hier op de pagina rechts. En dat is puur omdat ik niet een hele volle pagina eraan wil spenderen voor een losse week. En daarna gaan we door naar de echte losse weekpagina's. Ook hierbij is eigenlijk een beetje hetzelfde qua vormgeving als ik al eerder heb gedaan. Ik heb steeds banners die 6 centimeter breed zijn en er zit 5,5 centimeter steeds tussenin. Ik hou deze simpel door middel van mijn yellow mallet liner. Doe ik de lijntjes trekken, gewoon simpel de cijfers neerzetten. Alleen deze keer doe ik ook nog deze leuke weekagendatjes toevoegen. Ik wou het op een of andere manier toch wel opvullen. En ik denk dat dat misschien ook wel enigszins praktisch kan zijn voor mezelf om erop terug te kijken. Dus vandaar dat deze nou links in de hoek zitten. En qua variatie probeer ik elke week eigenlijk een variatie te maken op een zonnebloem. Deze heeft expres een doorsnee zonnebloem hier aan de zijkant van de pagina. Maar zoals je dadelijk gaat zien, ze hebben allemaal steeds net iets anders. En de vlindertjes zijn echt gewoon puur om het andere kleur toe te voegen. Maar ook om een beetje die blank spaces hier in between op te vullen met de stickers. Ik moet toegeven dat ik allemaal toch redelijk wat tijd hieraan heb gespendeerd. Ik persoonlijk vind dat op zich niet erg. Maar hou er wel even rekening mee. Het is natuurlijk steeds een pagina maken. Verven, omdat ik in dit geval voor verf heb gekozen. Dit duurt natuurlijk wel iets langer. Met indrogen wil ik expres wel lichte stroke proberen toe te passen. Dus het is steeds verven, wachten en weer door naar de volgende pagina. Dus per usual raad ik me dit soort dingen gewoon aan om een serie of een film op de achtergrond aan te zetten. Dat je die gewoon kunt kijken terwijl je bezig bent. En ook gewoon kunt kijken terwijl je tussendoor aan het wachten bent. Hier voor deze pagina heb ik expres de zonnebloemen van groot naar klein als een soort bloemenslinger over de pagina heen. Ik weet niet, ik vond het echt leuk om dit soort diverse spreads op te zetten. En ook te variëren met de kleuren geel om op die manier toch wel iets echter te laten lijken. Ja, ik ben hier heel blij mee, het feit dat ik zo creatief heb kunnen zijn. Mijn vakantie is nu bijna voorbij. Hopelijk was jullie vakantie ook leuk en hebben jullie ook genoten. Het weer viel sommige weken wel wat tegen hier in Nederland. Maar gelukkig hebben we toch nog wel een goede afsluiting gehad met ook nog wat goed weer in dagen. Ik ben namelijk niet weg geweest, dus ik vond het persoonlijk toch wel fijn dat ik ook wel een paar dagen hier in Nederland gewoon goed weer heb gehad. Ik heb voornamelijk mijn dagen gespendeerd met heel veel boeken lezen, maar ook mijn series en films bijkijken, omdat ik met heel veel dingen echt zo ver achter lig. Dus dit was het perfecte moment ervoor. En ook gewoon te genieten met familie en vrienden van de zon, het zwembad en dat soort dingen. Voor de rest van de weekpagina's laat ik jullie gewoon eventjes lekker luisteren naar de achtergrondmuziek. En dadelijk aan het einde gaan we nog eventjes alle spreads samen bekijken.
Tijd om alle spreads klaar. Even nog samen door te kijken. Allereerst hier dus die titelpagina met dit leuke raampje naar buiten kijkend over het zonnebloemenveld. Dan hebben we de maandkalender. Pretty basic, maar ik hou ervan. Ik hou van de praktischheid hierbij, dus vandaar dat dit voor mij werkt. Dan mijn mood, sleep en habit tracker met daarbovenin dus een grote zonnebloem om in te kleuren als mood tracker. En natuurlijk ook de eerste 3 dagen van deze maand. En dan komen we bij de diverse week setups. Elke keer als toevallig het tabblad in de buurt zat, probeerde ik expres de kleur zoveel mogelijk te laten lijken op waar ik mee bezig was. Of zelfs zoals hier onder in de hoek de bloem mee te schilderen over het tabblad. Al met al ben ik in ieder geval heel blij met hoe het is geworden. Ik kijk er echt naar uit om deze spreads binnenkort te gaan gebruiken. En hopelijk heeft dit jullie weer geïnspireerd voor jullie eigen spreads. Dat was het in ieder geval weer bij deze video. Hoop ik vinden jullie leuk. Als je hem leuk vond, vergeet hem dan vooral een duimpje omhoog te geven. En wil je deze video's vaker zien, die vooral abonneer op mijn kanaal. Tot de volgende keer weer. Doei!